Hallo, vlogger, kijker van ons plakbandpensioen. Yep. We zitten in het zonnetje, Casa Rocchi. Ja, heerlijk. De wind is, we zitten achter de camper, daar is de wind minder. Ja. Maar je hebt geweldig uitzicht hier. Ja, nou, dat hebben jullie al een paar keer kunnen zien. Ja. We hebben een huishoudelijke mededeling. Wij gaan vanaf deze week eigenlijk. Vanavond wordt deze vlog nog gepubliceerd. En dan gaan we onze dag gaan we verschuiven naar de zondag. Ja. Dus het is niet vanavond is er nog een vlog. Dat is deze. En dan volgende week donderdag geen vlog, want dat gaat naar de zondag. En dat blijft de zondag. Ja. Dus dan, dat wilden we even mededelen. Ja. Dit is een beetje een korte vlog. Ja. Ja. Korter ja. dan ja. jullie van ons gewend zijn. Maar we hebben ook een beetje geluierd. We hebben niet zo heel veel gedaan. Nee. Dus daarom ook een beetje een korte vlog met een bezoekje aan Puerto Mazaron. Ja. We gaan bij El Zorro weg, dat staat er nog even in. En we gaan Rocchi, naar Casa Rocchi, dat is ook een aparte... Oh ja, dat is een aparte Rocchi, die hebben we even versneld afgespeeld. Ja. Want anders zou het erg lang duren, maar om even een indrukje te geven. Ja, we hebben het al een keer laten zien, geloof ik. Ja. Maar goed, in ieder geval... Ja, dat was het eigenlijk. Dat was het, ja. Ja, dus, we gaan verder met editen. We gaan verder met editen voor vanavond, anders komt het niet af. Nee. Dus veel kijkplezier en tot volgende week zondag. Volgende week zondag voor de nieuwe vlog. Ja. Groetjes. Doei. Hoi, Onno. Hey. Wat ben je aan het doen? Ik ben even Petra aan het appen dat we eraan komen. Oké, we hebben net boodschappen gedaan. Ja. En we kunnen er weer tegen. Ja, ik zeg dat wel, ja. Ja, was genoeg. Het is warm buiten. Het is behoorlijk warm buiten, ja. Zeg dat wel. Ja. Er staan genoeg campers hier die ook boodschappen doen. Of hebben gedaan. Ja, we gaan rijden. Ja? Ja. Directeur? Nou, dat ben ik niet hoor. Van het afgebrande dorp zeker. Oké. Okay. Waar zijn we? Casa Rocchi. En dat is in? Ja, of vlakbij? Puerto Mazaron. Ja, hè? Ja. Hoog in de bergen. Ja, het is echt. Je hoort hier echt nou, alleen vogeltjes en de wind. En de theedoek die ligt aan te wapperen in de... Ja, we hebben net afgewassen. Maar om aan te geven, hoe hoog in de bergen? Best wel hoog. Nou... Hoeveel hoog zou het hier zitten? Ik straks eens even kijken. Dat zet ik dan wel in de tekst erbij. Maar hoe hoog weet ik niet. Oh ja, en we kunnen zwemmen. Ja. Nou ja, zwemmen. We kunnen in een bad bij Casa Rocchi. Leuke camperplaats voor twee personen. Twee campers. Drie campers stond erop daar trouwens. Ja, er stond drie campers. En een B&B. Dus voor de liefhebbers...
We zijn alleen op dit moment, helemaal alleen. Deze camper is van een Belgisch stel die in België op dit moment zijn. En Petra en Gunther zijn naar Alicante de ouders wegbrengen. Dus we zijn alleen met de wind en de vogels en de natuur. En daar in de vette nog een camper. En dat is onder de Tepelberg. Ja, zo noemen ze die nou eenmaal zo. En ja, mooi uitzicht, mooie camperplaats. Hey, hallo Orno. Dag Ineke. Hey, wat gaan we vandaag doen? We gaan naar Puerto de Mazarón. Ja, we gaan lunchen. Lunchen met Petra en Gunther. En wat bezienswaardigheden bekijken. Ja, wellicht. Ja. We zien het wel. We maken er een leuke middag van. Ja, het is mooi weer. Ja, het waait een beetje, zoals jullie kunnen horen. Maar het is wel lekker weer. Ja, het is zeker lekker weer. Ja. Dus een mooie dag vandaag. Oké. Dag Ineke. Hey, hallo. Waar zijn we nu? Puerto Mazarón, aan het strand. Aan de boulevard met? Gunther en hallo. Petra van Casa Rocky. Van Casa Rocky. We gaan even lekker lunchen straks bij Figos. Ja. En we lopen nu even lekker langs de boulevard. We gaan flaneren. En het is mooi weer, het zonnetje schijnt. Bekend terrein. Dus verdwalen zullen we niet. Waar is Ineke nou? Oh, daar. Ja, ze foto maken. Hebben we daar ooit niet eens wat gedronken? Wat zeg je? Hebben we daar niet eens wat gedronken toen nog? Ja, of langsgelopen in ieder geval. Ja, we zijn er al geweest. Ja, volgens mij hebben we er ook wel wat gedronken. Ja, en een bootje uitzoeken. Ja. Oh ja, toch? Kijk. Oh. Een knoepert. Vier. Ja. Oh, veel meer. Ja, als ze eenmaal het idee hebben dat je er staat, moet je kijken wat eraan komt. Ja. Dan willen ze wel. Weet jij wat dit voor vissen zijn? Ik heb geen flauw idee. Dus als iemand weet welke vissen dit zijn, dan horen wij het graag. Zo, weer lekker geluncht bij Figos. Het is nog steeds mooi weer. Echt heel mooi weer. Oh, en daar staat Jezus, hoorde ik. Boven op de berg. Ja, dat hoor je wel, ja. Ja, het is toch wel weer leuk om hier te zijn. Hé, Ineke? Hé, een rookwolk gaat er voorbij. Heerlijk gegeten hier weer.